Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En vandaag heb ik een daily make-up routine. Het is heel vaak aangevraagd hoe ik mijn make-up doe, welke producten ik gebruik. Ik vroeg jullie op mijn Insta, @sarahverwoerd, of jullie leuke video-ideeën hadden die ik gewoon lekker in mijn eentje kan filmen en lekker kon bijkletsen met jullie. En ik dacht, dan ga ik lekker mijn dagelijkse make-up laten zien. Ik doe best wel veel make-up op. Disclaimer, ik ben niet een beauty artiest. Ik heb er geen opleiding voor gedaan. Ik weet helemaal niet hoe het werkt. Ik laat gewoon zien wat ik doe, welke producten ik gebruik en hoe ik die producten gebruik. Ik gebruik niet hele dure producten, dus ik denk ja, dat voor de meiden die niet heel veel uit te geven hebben, dit best wel leuk is om te kijken. Ik ga zo nu ook een video opnemen met een andere YouTuber, dus ik ben daarvoor al helemaal gefliekt. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven als je benieuwd bent naar hoe ik mijn make-up doe en als je zin hebt in de video. En vergeet ook zeker niet alvast te abonneren op mijn YouTube kanaal. Laten we maar gewoon lekker beginnen. Oké, ik ben wel lekker make-uploos. Ik ga nu beginnen met mijn daily make-up routine. Ik draag best wel veel make-up op dagelijkse basis. Dagelijkse, hoe noem je dat? Dagelijks leven draag ik best wel veel make-up. Dat komt omdat ik bijna ook nog wel wat te doen heb. Dat ik ergens heen moet of moet filmen. Of ik heb natuurlijk nu opnames met Sinterklaasjournaal. Dus dan wil ik er ook gewoon altijd goed uitzien. En lekker make-up op hebben. Ik heb zo meteen ook opnames. En ook opnames voor een andere YouTube video. Dus dan wil ik er ook altijd gewoon mooi uitzien. En ik hou gewoon heel erg veel van make-up. Ik weet niet wat het is. Heel veel vriendinnen van mij hebben altijd... Heel veel vriendinnen van mij zeggen altijd van... dat make-up doen echt saai en zo. Maar ik vind het zo leuk. Ik kan echt gewoon uren make-up aan. Mijn haar zit nu nog helemaal mooi gefeund. Maar ik weet zeker aan het einde van de video ziet het er niet meer uit. We gaan gewoon lekker beginnen met make-up doen. En dan doe ik mijn haren wel achter mijn oren. Hier zit al mijn make-up. Heel veel mensen vroegen om een make-up stash. Maar ik heb dus niet per se heel veel make-up. Ik heb gewoon een paar basisdingen die ik gebruik. Dat laat ik ook zien. En ik heb ook helemaal geen dure merken dat ik gebruik. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik weet niet, ik geef wel heel erg om make-up, maar ik geef niet per se om merken of zo. Ik weet niet, dat boeit mij gewoon niet. Als het gewoon zijn werk doet wat ik wil, dan vind ik het gewoon goed en vind ik het prima. En ja, dan denk ik, waarom zou ik iets van Chanel kopen voor zoveel tientjes meer, terwijl dit van Catrice of zo net zo goed werkt. Ja, zo ben ik gewoon. Als eerst begin ik met een dagcreme. En ik gebruik deze dagcreme van De Tuine. En ik kijk even omhoog, want daar heb ik een spiegeltje van me. Camera. Ik heb hier ook een spiegel. Dat smeer ik mijn gezicht gewoon mee in. Volgens mij heb ik nog een heel klein beetje make-up restjes op zitten. Een beetje mascara en zo. Maar ja, boeien. Ik ben er echt nooit moeilijk in. Ik gooi mijn make-up altijd gewoon over elkaar heen. Maar ja, ik laat nu wel gewoon alle stappen zien. Ik voel mezelf echt mega lelijk zonder make-up. Ik vind dat ik echt... heel alleen, ik ben echt catfish. We have to deal with it. Soms moet je over je comfortzone heen zetten. Ja, eigenlijk daarna doe ik altijd gewoon een lipbalsem op. En deze is ook van De Tuine en dus een aloe vera lipbalsem. Deze is ook groen. Ja, ik heb deze van mijn moeder ooit gekregen en ik gebruik hem altijd. En ik hou echt van lekkere zachte lippen. Dus ik smeer deze altijd lekker vaak op. Nou ja, dan ga ik eigenlijk gewoon al door naar mijn foundation. En ik gebruik deze foundation van Catrice. En deze is echt super goed. Hij is wel heel vloeibaar. Maar dat vind ik chill, want daardoor is hij lekker goed uit te smeren. En dit is een True Skin. En ik heb in de kleur 020 warm beige. En ja, dit doe ik gewoon op mijn vinger. En ik wil trouwens zeggen, ik ben absoluut geen make-up artiest of zo. Ik doe altijd maar wat. Dit is wat ik altijd doe. Ik doe het ook wel eens. Oh my god, no. Bij mijn vriendinnen make-up en zo. Maar gewoon puur omdat ik het leuk vind. En niet omdat ik dit. Ja. Hiervoor heb geleerd of zo. Of dat ik weet hoe het werkt. Waarschijnlijk als iemand heel goed hierin is. Of weet ik veel. Make-up artiest is. Denkt echt. Oh my god, Saar. Waar de fuck ben je mee bezig? Nou, ik doe het gewoon een paar stip op mijn hoofd. En dan ga ik dat uitblenden met de Beauty Blender. Ik heb ervoor gekozen om niet vragen te beantwoorden tijdens het opmaken. Omdat heel veel mensen echt behoefte hebben. In ieder geval had ik het gevoel dat mensen echt de behoefte hadden om echt te zien hoe ik echt mijn make-up doe. En welke producten ik gebruik. En ik denk dat dit echt een leuke make-up tutorial is voor ja, meiden van mijn leeftijd. Omdat... ja, het allemaal niet heel duur is. En
ik denk een beetje op dezelfde manier make-up opdoen. Ik krijg echt vaak de vraag hoe oud ik ben. En als ik mijn leeftijd zeg, zeggen mensen altijd van, oh mijn god, ik word je echt veel ouder geschat. Wat ik echt niet begrijp, want ik ben zelf 19, maar ik vind mezelf er eigenlijk gewoon 19 uitzien. Heel vaak zeggen mensen van, ja, ik word je echt wel 21 of zo geschat, terwijl ik mezelf echt niet zo zie. Maar ja, dat is denk ik sowieso wel lastig, ja, van jezelf om, zo, om jezelf ouders te schatten of zo. Voor mijn gevoel ben ik echt een wit spook. Ik lijk echt een spookje. Maar daar gaan we dus verandering aan brengen. Na de foundation ga ik namelijk meteen mijn gezicht contouren. Dat doe ik met deze LA Pro Concealer. Ja, het is een concealer of een contourstick. Ja, het is maar net de manier waarop je het gebruikt. En deze is bijna op. Dat is kut, want dit is echt mijn favoriet. Nu zet ik hier allebei een streep op mijn voorhoofd. Ja jongens, dat ik dit elke dag doe, echt waar haal ik de tijd vandaan. En op mijn neus een beetje. En een heel klein beetje hier. Wat een beetje de restjes die over zijn. En dan ga ik dat uitblenden. Ik kreeg ook heel veel vragen over deze contourstick al. Nou, het is eigenlijk een contourstick, maar ja, contourcream. Ja, hoe moet je het noemen? Maar deze is dus van LA Sister. Of LA Sisters, wat zeg ik? LA Girl. LA Sisters. En deze heb ik echt jaren geleden een keer in een make-up winkeltje in Leiden gekocht. Ik weet niet hoe het heet. En die heb ik echt nooit gebruikt. En toen pas kwam ik hem opeens weer tegen. Want ik was mijn hele make-up stash aan het opruimen. En alle oude make-up aan het wegdoen. En alles een beetje aan het schoonmaken en zo. Toen dacht ik, oh mijn god, dit is vet handig. Want ik had daar ook altijd een concealer van. Waar ik echt verliefd op was. En echt heel goed deed. Ja, ik probeer mezelf wel iets donkerder te maken dan ik werkelijk ben. Want ik vind mezelf echt zo lelijk als ik dit ben. Even die haren omhoog. Ik denk, ik weet nu al dat mensen zich gaan irriteren dat ik geen staart in doe. Maar dat doe ik eigenlijk nooit, want ik haal mezelf met de staart. En dan zit mijn haar gelijk de hele dag lelijk. Want dan zit er meteen zo'n knik in. En ook al gebruik je die andere elastiekjes, mijn haar zit gewoon meteen niet meer. Ik weet niet wat het is. Nou, dan gaan we door naar de concealer. En ik gebruik deze concealer van MAC. En deze gebruik ik in deze kleur, in de kleur NW20. Deze concealer kreeg ik ook heel veel vragen over. Dus de kleur van MAC NW20. En die moet oppassen, want er komt heel veel uit deze altijd. Ik zie dat mijn batterij bijna leeg is, maar mij niet uit. Ik heb nog een batterij. En die doe ik onder mijn ogen. Die doe ik zo, een beetje op mijn neus, onder mijn ogen, voorhoofd. En dat ga ik uitblenden. En hierna ga ik even mijn batterij vervangen. En het lijkt nu, jongens, schrik niet. Het lijkt nu allemaal heel heftig en wit. Maar dit is allemaal een beetje de basis leggen. En later komt het allemaal weer goed. Dus daarom, jongens, ik doe echt maar wat. Het ziet er altijd, het ziet er nu altijd echt niet uit. Maar het komt uiteindelijk, at the end, ziet het er altijd goed uit. Ik heb het zoveel mogelijk proberen uit te blenden. Ik leg nu echt een make-up doos, vooral omdat alles nog glimt. Maar daar gaan we nu aan verandering aan brengen. Maar eerst ga ik hier de batterij vervangen. Oké, dan gebruik ik altijd banana powder. En ik gebruik deze van het is er helemaal afgevaagd. De Beignet banana powder. Deze heb ik ook echt denk ik al 4 jaar of zo. Want vroeger was ik dus ook heel erg into de make-up. En toen had ik echt alles van elk merk. Toen heb ik er echt een paar jaar niks mee gehad. En nu ben ik weer helemaal into de make-up. Dus waar is mijn beauty blender nou weer? Waar laat ik dat ding? Dit vind ik dus zo vervelend aan mezelf. Waarom heb ik altijd dit soort dingen? Oh, ik heb hem echt onder mijn stoel. Doe ik dat altijd gewoon op een afgebroken ding. En dat doe ik onder mijn ogen. Zo. Ik laat het niet te lang beken. Want dan wordt het te licht. Bij de spiegel erbij. Op mijn kin. Op mijn neus. Dit ziet er zo belachelijk uit.
En op mijn voorhoofd. En dit ga ik er meteen afhalen. Met een kwast. Maar nu is alles wel goed gezet. In ieder geval, ik merk echt dat het hierdoor veel beter bleef zitten. En dat is super chill. Nu ga ik door naar de contour. Daar gebruik ik als eerst deze Pupa Bronzing Powder van. Van Pupa dus. Hele mooie bronzer. En hier ga ik een beetje globaal mijn hoofd mee inpoederen. Of bronzen. Of een beetje een warme kleurtje geven. En ook vooral mijn nek. Don't forget about that. Andere vraag die ik de laatste tijd heel veel krijg. Ik had pas ook een mini Q&A gehouden op mijn Instagram. Is over mijn vriend. Ik heb, voor de mensen die weten, sinds kort een relatie. En ik krijg hier mega veel vragen over. Vooral omdat ik dit niet heel, eigenlijk gewoon niet deel. Goed, Nick meenemen. Dan gebruik ik deze uit elkaar gevallen bronzer van Revolution. In de kleur 2, warm. Ik gebruik deze trouwens in de kleur 02 ook. En hier ga ik met een contour kwastje en dan ga ik wat iets meer diepte geven in mijn hoofd. Ja, weet je, ik lach mezelf denk ik echt uit met editen, want ik doe echt helemaal een van een beauty girl ben. Maar ja, ik doe ook maar wat. Maar in ieder geval over mijn relatie. Ik had pas een mini Q&A gehouden op mijn Insta stories. Volg me nog niet. Het staat gehoord. En heel veel vragen gingen over mijn relatie. Of hij ooit op beeld wil komen. Wie het is. Of ik een foto van hem wil laten zien. Hoe het überhaupt met mijn relatie gaat. En ik snap dat jullie daar allemaal mega nieuwsgierig naar zijn. En ik vind het ook alleen maar heel leuk dat jullie dat ook zo leuk vinden. Zeg maar. Alleen, voor mij en mijn vriend, zeg maar, is het soms gewoon lastig. Want ja, we gaan echt nog maar net met elkaar. En ik wil gewoon voorzichtig mee zijn om hem meteen op beeld te brengen. En hij is sowieso niet echt heel erg van de camera. Dus voor hem is het natuurlijk. Ja, ik wil sowieso mijn relatie niet heel openbaar houden. Want ik deel natuurlijk alles al. En ja, ik wil sommige dingen ook gewoon een beetje privé houden. Dus ik hoop dat jullie dat gewoon begrijpen en respecteren. En ik vind het heel lief dat jullie zo graag willen weten wie het is en hoe het eruit ziet. Maar als we eenmaal een lange relatie hebben, dan komt dat allemaal vanzelf wel. En ik denk ook wel dat we lang bij elkaar zullen blijven. Want het gaat echt goed. We hebben echt letterlijk nooit ruzie of gezeik of weet ik veel iets. Dus ik heb er vertrouwen in dat het gewoon wel goed komt. Maar dat jullie gewoon dat even nog een beetje de ruimte en tijd willen geven. En het is natuurlijk heel lief dat jullie allemaal zo betrokken zijn. En het zo graag willen zien. Maar het is soms gewoon een beetje lastig. Want we hebben echt nog maar net een relatie. Dus sommige mensen die kiezen er wel voor om dat heel erg openbaar te stellen. En dat meteen heel erg te delen. Maar ik ben daar gewoon wat voorzichtiger in. Dus ja, ik hoop dat jullie dat begrijpen. En weet je, ik wil. Oh, ik ga trouwens nu blush op doen. Deze is van NARS. En dit is in de kleur Orgasm. Oh, dat gaat zo. En dit is de beste blush die er is. Dus ja, ik hoop dat jullie dat gewoon een beetje kunnen begrijpen. En voor hem is dit ook allemaal nieuw, want hij... Ja, voor hem is dit denk ik ook wel nieuw, want ik denk dat hij dit ook niet echt gewend is of zo. Al, ja, dat... Nee! Wat gebeurt er nou? Het gaat weer kapot. Nou, ligt weer in twee. Jezus. In ieder geval, wat ik wilde zeggen is dat dit voor hem natuurlijk ook nieuw is. Hij is nooit echt met de camera of Insta of zo bezig. Dus hij is sowieso niet iemand die denk ik echt heel erg, heel erg op de voorgrond staat of zo. Zo is hij niet echt. Want dat vind ik juist heel leuk aan hem. Ja, ik hoop dat jullie gewoon nog even geduld willen hebben. En ik beloof jullie dat het allemaal goed komt. Maar we hebben letterlijk echt maar een maand een relatie of zo. Dus ik wil het gewoon even rustig aan doen. Ik wil trouwens even zeggen, als je zo'n vraag hebt gesteld op mijn Instagram of zoiets hebt gezegd. Voel je niet aangevallen of aangesproken. Maar ik wil het juist nu gewoon voor de duidelijkheid zeggen. Dat jullie dit kunnen zeggen. Maar dat
ik dat toch niet echt ga laten zien nog of ga beantwoorden. En dat het allemaal vanzelf wel komt. En dat het gewoon, ik wil het gewoon vanzelf gaan. En ik wil echt niks forceren bij hem ofzo. Of op mijn kanaal. Dus dat, ja, ik hoop dat je dat gaat begrijpen. Ik doe soms ook nog een heel klein beetje blush. Deze NYX blush op. En de kleur Hamptons. Ik hou van mijn blush. Ik heb het verkeerde wel. Zo. Zoals jullie kunnen zien zijn mijn wenkbrauwen al een soort van gedaan. Dat komt omdat ik deze, omdat ik powderbrows heb laten zetten bij AS Studio. Dat zit in permanent. Heel mooi gedaan. Maar meestal omdat er toch altijd een beetje make-up op komt, zet ik het nog een beetje aan met een klein beetje poeder. En dat doe ik met het uit elkaar gevallen paletje van Catrice. Het welbekende wenkbrauwen palet van Catrice. Ik denk dat elke meid dit palet wel kent. En dan gebruik ik de donkerste kleur. En daar ga ik een heel klein beetje overheen. Het is echt bijna niet nodig. Want ja, mijn wenkbrauwen zijn natuurlijk al een soort van gedaan. Ik vind het wel echt, ik ben er wel heel blij mee met die powderbrows. Want je staat op en je wenkbrauwen zijn al gedaan. En dat geeft meteen zoveel meer een, ja, wakkerdere look, zeg maar. Ja, ik ben er echt mega blij mee. Dan zit ik nu te twijfelen of ik oogschaduw ga doen of niet. Want soms doe ik het wel op en soms niet. Het ligt net aan of ik er zin in heb, of ik er tijd voor heb. Ja, of ik echt iets ga doen of niet. Ik denk dat ik het nu wel ga doen. Want ik ga natuurlijk meteen ook een video opnemen. Dit is een moedervlek. Het is geen litten. Het is niet bijgetekend. Het is ook niet getatoeëerd. Dat vragen ook heel veel mensen. Heb je een tatoeage onder je oog? Volgens mij als je een druppel dus onder je oog zet, heb je dus iemand vermoord als tatoeage. Dus no guys. Dan gebruik ik altijd, echt al jaren, dit mooie palet van Zuva of Zueva. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. En dit is de Coca Blend Eyeshadow Palette. Ja, mega blij mee. Echt hele mooie natuurlijke kleuren zitten erin. En ik gebruik, zoals je kan zien, deze altijd. En deze twee en die donkere kleur meestal. En wat ik dus doe, altijd. Ik zet met die witte kleur altijd een basis boven mijn oog. Misschien moet ik nu iets erbij gaan zitten. In ieder geval, ik zet hier altijd een basis mee. Misschien moet hij iets minder fel. Het ligt nu. En dit doe ik ook een beetje onder mijn ogen. Het klinkt heel raar dat ik dat doe. Maar dat, ja, zet toch even net die extra shine. Ik ga dan in deze twee bruine kleuren het gewoon een beetje mengen zo. En dit ja, doe ik gewoon hier in mijn oog. Een beetje zo, en dan een beetje zo. Gewoon een beetje uitblenden. Mijn restjes gebruik ik een beetje als contour van mijn neus. Het is echt erg, jongens. Ik doe echt maar wat. En doe ik ook bij de andere kant. Dan doe ik dat ook zo hier onder mijn oog. En dan pak ik een heel dun kwastje. En daar ga ik in een donkere kleur mee. En dan zet ik een beetje donker aan de buitenkant. Dan ga ik zo blenden hoor. Zo. En dan pak ik een blending kwast. Die kan ik niet vinden. Nou, dan pak ik deze kwast wel weer. En dan ga ik een beetje dat donkere blenden. En nu precies op camera lukt het natuurlijk weer niet. Je ziet het natuurlijk weer. Zo, eigenlijk wel. Ik vind het zo wel goed. Dan ben ik klaar met dit palet. Dan ga ik highlighter opdoen. I love the glow. En ik heb de Anastasia Glow Kit. En ik heb deze denk ik al 5 jaar of zo. Dus helemaal dead, hè. Ik kan hem niet te schuin houden, want alles hierin is kapot.
Ja, het is echt dramatisch. Dan pak ik zo'n mooie waaierkwast. En dan ga ik in alle kleuren een beetje dippen. Dat doe ik dan hier. En ik vind met deze kwast mooi omdat het dan niet zo'n harde streep wordt. Maar meer echt een soort ja, uit wordt geblend. Mijn neus. Dan pak ik deze kleine highlight kwast. En daar ga ik mee in de lichtste kleur. En daar ga ik wel echt zo hier. Echt alleen hier. Op mijn neus. Hier. Mijn ooghoeken. Geef echt die wakkere look. En onder mijn wenkbrauwen. Nou, dan blijft er eigenlijk maar één stap over. En dat is mascara en lippen. Lippen doe ik eigenlijk nooit echt. Soms. Ik doe vaak deze NARS lipstick op. In de kleur Orgasm ook. Dit is een minietje trouwens. Heel cute. En deze geeft eigenlijk alleen een glittertje. Maar wel gewoon mooi. En dan ga ik mijn wimpers krullen. En mascara opdoen. En er zit nog een beetje een laagje mascara op. Dus het gaat echt lelijk worden. Ik weet het gewoon nu al. Ik ga denk ik ook even opnieuw mijn haar veunen. Want het ziet er nu maar uit. Ik zou het heel leuk vinden als mensen die bijvoorbeeld echt verstand hebben van make-up. Goede make-up producten voor mij aanraden. Die bijvoorbeeld echt mijn make-up mooier zouden maken. Of een tip of zo. Ik zou dat echt heel leuk vinden om te lezen. Dus ja. Ken je dat? Of weet je dat? Tell me. Because I need to learn that shit. Dan gebruik ik deze mascara van Essence. My all-time favorite mascara. De Princess Lash. De paarse. Ja, echt 2 euro. En ik kan gewoon geen betere mascara vinden als deze. En dit is een hele lege. Dus daar zet ik altijd het eerste laagje mee. Ik gebruik trouwens niet iets van setting spray. Dat zou ik wel willen gebruiken, maar ik heb er op het moment gewoon geen één. Normaal gebruik ik die altijd die van MAC, maar die is op. Dan gebruik ik een die niet leeg is. En daar zet ik het tweede laagje mee. Soms lukt mijn mascara echt amazing. En soms zit het aan geen kant. Of zit de ene kant mega goed. En de andere kant dat wil niet meewerken. Maar volgens mij gaat het nu op zich wel de goede kant op. Ik denk dat echt veel meiden dit probleem herkennen. Zo. En dan het derde laagje. Doe ik met deze Pupa Vamp mascara. Deze maak je echt die wimpers zo bam. Die is echt top. En deze is ook lekker vol. Maar deze geeft echt die extra lengte en power aan je wimpers die je wil. Dit is uiteindelijk mijn wimpers. Lekker volume. Love it. Alright. I guess this is the final look. Het is echt veel voor een daily make-up routine. Maar dit is echt wel wat ik vaak dagelijks op mijn hoofd smeer. Het is echt veel. I know. Maar weet je, ik hou er gewoon van. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Ik vind het gewoon leuk om er goed uit te zien. En ik voel me gewoon meteen veel zelfverzekerder en veel mooier met make-up op. Dus ja, weet je, als je het er misschien niet mee eens bent. I know. Als je misschien zonder make-up mooier vindt. Dat kan. Mijn moeder ziet me het liefst gewoon zonder make-up. Maar ja, ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Ik denk dat ik hierbij gewoon de video ga afsluiten. Hebben jullie nog een leuke tip, make-up tip? Let me know. Of als je een vraag hebt, stel het in de comments. Ik zou het ook heel leuk vinden als je de video een blij duimpje omhoog wil geven. Als je de video ook leuk vindt. Als je misschien vaker dit soort video's wil. Gewoon lekker bijkletsen, make-up doen. Of als je een leuk idee hebt, let me know. Ik vind het heel leuk om jullie idee altijd te horen. Verder, vergeet me ook niet te volgen op Insta. Dit is gewoon @sarahvervoerd. Vergeet ook niet op de abonneerknop te klikken. En de notificatiebel aan te zetten. Ik krijg namelijk een melding binnen als ik dan een nieuwe video plaats. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. I love you guys. Echt, jullie zijn zo leuk en geweldig. Heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei.